Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Temperaturen vandaag van 14 tot 17 graden. Het zijn de normale waarden voor half oktober. Maar we zitten toch echt twee dagen voordat de zomer begint. Want zondagavond, iets na 6 uur, dan staat de zon loodrecht boven de Kreefskeerkring. Zomer is dus nog niet in Nederland. In Europa is die al wel te vinden. Maar ver weg, vooral in de zuidelijke helft van Portugal en in het zuidwesten van Spanje, wordt het warm. Aan zee in de Algarve 26 graden. Maar ga je iets landinwaarts, dan wordt het al gauw meer dan 35 graden. Bloedheet dus. Veel onweersbuien vandaag in Turkije. En ook her en der elders rondom de Middellandse Zee. Maar dus niet in Portugal en Spanje. Daar was het zonovergoten. Wisselvallig weer bij ons, aanvoer van wolkenvelden vanaf de Noordzee. En aan de beweging is te zien, de lucht komt vanaf de Noordzee. Koele lucht wordt daardoor aangevoerd, vandaar die lage temperaturen. En we zien ook op deze satellietfoto's dat vanaf ongeveer halverwege Frankrijk het veel beter weer wordt. Dan heeft in ieder geval de zon de overhand en de temperaturen die gaan pas dicht bij de Middellandse Zee omhoog. Vandaag was het in de buurt van Nice 25 tot 30 graden. Bij ons dus niet, vanavond ook niet. De buigheid neemt wel af, maar een enkele bui blijft nog steeds over het land trekken. Temperaturen halverwege de avond 14 graden. Aan zee waait de wind met 5 bofoor, diepe landinwaarts met 3 bofoor. Komende nacht begint de wind dan iets af te nemen. De buigheid wordt ook tijdelijk wat minder, maar aan het einde van de nacht neemt de kans op neerslag alweer toe. Minimaal rond 10 graden. Morgenochtend dan nog steeds een paar buien. Trekken langzaam naar het oosten weg en in de middag verwacht ik dat de buiigheid weer behoorlijk afneemt en dat er dan ook meer ruimte voor de zon komt. Meer ook dan wat we vandaag gezien hebben, want vandaag was het in sommige delen van Nederland eigenlijk vrijwel de hele dag bewolkt. Morgenmiddag verwacht ik dus geregeld zonneschijn, meeste zon in het westen. De wind neemt ook 's middags af en temperaturen 16 graden in het noorden, 18 in het zuiden. Geen slecht weer dus, maar temperaturen zijn wel onder normaal. Zondag wordt de temperatuur min of meer normaal. 21 graden is normaal voor deze tijd van het jaar. We komen daar dus heel dichtbij in de buurt. Maar zoals duidelijk is, echt fraai weer is het niet. In de ochtenduren misschien nog droog. Maar de rest van Vaderdag verloopt wisselvallig. Met vanuit het zuidwesten steeds meer buien. En vooral 's middags kunnen dat stevige buien zijn. Met lokaal ook een klap onweer. Maandag ook weer buien, veel buien. Temperatuur gaan dan weer wat naar beneden. Dinsdag nog een enkele bui en ook dan maximaal onder de 20 graden. Kijken we dan wat verder vooruit, dan lijkt de temperatuur toch later, eind volgende week, weer op te lopen. Maar volgens mij vertelde ik dat vorige week ook al. En dat is inmiddels dus alweer een week uitgesteld. Is dus onzeker, moeten we rustig afwachten. Maar de trend in de grafiek is in ieder geval omhoog. Nou, dat is dan een klein lichtpuntje aan de horizon. Ik wens u een heel goed weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.